Beneden, beneden, omhoog, omhoog. Zo! Yeah! Site aflevering 2 staat 1-0 voor Visie, dus met 1 vs 1 public. Maar alles wat we doen is public. En het staat dus 1-0 voor Visie met de Ballista lag. Aflevering won niet. Lag als de pest, maar ja, dat hoort er bij Call of Duty tegenwoordig natuurlijk. Ik zei, nee, doe bla bla bla, maar het was wel lekker, ja. Moet dat is heel erg. Dan zie je mensen die mijn gameplay hebben, zien het ook hoe de final kill van Visie. Dat die gast die met die shotgun, ja, die staat ineens 3 meter links en dan weer 5 meter rechts. Ja, dat kan ik niet corrigeren, zit met mijn sniper. Zal ik een klasse in beeld laten zien trouwens, ondertussen? Die staat trouwens een beetje raar natuurlijk voor de webcam, maar we moeten even kijken hoe dat... Misschien heb ik hem altijd links, dus dat scheelt. Ja, ik altijd rechts. Nee, ik niet. Ja, alleen als ik een commentary recht voor mijn cam heb, maar ik heb mijn cam rechts van me en ik kijk naar die kant. Maar in ieder geval, we spelen allebei met de MP7 met Silencer, Extended Max, MP9 met Silencer. Spelen met, ik weet niet of jij C4 op hebt of Semtex, Paul? Nee, ik ben geen Mogol, ik doe gewoon. Ik ben geen cold-breaking motherfucker speler. Oké, ik speel met C4, Paul, dus met Semtex. Concussion Grenade, Slider Man, Hardline, Sitrep en de Predator, Airstrike en de helikopter, spelen we allebei. En we moeten wel mensen erbij krijgen! Wat is er nou? Fishy speelt natuurlijk gewoon als een noob met die shit. Met een C4, double tap vergen. Het is een van de dingen waardoor Call of Duty in de tyfus gegaan is. Nee, het is echt zo. Iedereen gebruikt het, misschien een zwakke excuses. Oké, het is misschien een zwakke excuses, maar ik vind wel, Als iedereen driejarige meisjes gaat verkrachten, ga je toch niet zeggen, ja, doet ook wel, iedereen doet het. Dan blijf je toch gewoon met je principes die je hebt als mens. Ja, wel principes. Nee, wel. Ik heb gewoon principes. En het is gewoon C4. Ik heb het op MBLX wel eens gedaan, maar bij deze game gebruik ik het. Toevallig zit het alleen maar op mijn, ik weet niet waarom, op mijn, ik kan het laten zien de mensen. Ja. Mijn Stealthy MP7 klas zit altijd al C4, vanaf dag 1. Dus als ik nooit van, oh, de map packs aanstaan, vind je, daarom duurt het zo lang. Oh. Maar nee, we gaan gewoon zoeken. We gaan dus nu Dominee spelen. De eerste aflevering speelden we natuurlijk gewoon Black Ops 2. Ah, dat is wel mooi. Carbon hoor, met die MP7. Ja, met de MP7 denk ik wel, maar Carbon. Ik denk niet dat het gaat worden, Carbon. Typisch kindjes. Wat moet met een MP7 of Phyllis? Dat is echt kut. Ja, MP7 of Phyllis is best wel lastig, maar... Voor de mensen die niet snappen, als je de aflevering 1 niet gezien hebt, gaat het gewoon puur om dat we boven elkaar eindigen. Maar al zijn we allebei slecht, net als met Sniper was ik ook dan slecht. Ja. Maar... Als je dus, er zijn dus 12 mensen in deze lobby. En als ik 10e word, denk je nou slecht. Maar als Vis aan 11 wordt, heb ik gewoon gewonnen. Daar gaat het om. Hoeven we geen MVP gaat te worden? Gaat het over de hele lobby of gaat het over één team? Dat is een goeie. De hele lobby, hè? De hele lobby. Hebben we een lobby? MVP? Nee, ik ga er niet om. Ik ga er niet om. MVP. Zo hoog mogelijk. Ik moet wel boven jou eindigen. Ja, zeker moet het doen. Maar net voor per team. Het gaat erom dat je boven mij eindigt. Maar net al zijn we laatst in ons team, dan maakt niet uit. Het gaat erom dat we boven elkaar staan. Maar dat is enige wat je hebt wel cappunten die je kan pakken. Zo. Nu wel, ja. Dus nu is wel iets voor Vis makkelijker. Normaal gesproken. Waarom hij is een catfagger. Nee, en dat hij is een assault headless camper. En je zal zien aan de gameplay. Ik hoop ze beiden, als je bij Vis kijkt en je ziet dat hij bijvoorbeeld wint straks, dat je ook even bij mij moet kijken hoe ik speel. Dat is wel de bedoeling eigenlijk. Een beetje, dat je mag spelen hoe je wil. Je mag nu echt spelen. Je moet zelf, ga je campen, kan mij schelen. Ik moet zelf weten. Maar ik ga gewoon. Ik speel gewoon deze game altijd zoals ik het zoals hoort. Nou toch liever in de plaats van C4's MTX gehad. Ja, want ik heb nou de eerste kill. Want deze zijn allemaal noobs in het team. En ik maak de eerste kill. Triple kill. Nee. Slecht is C4 ook nog. En dan heb je ook minder aan je sitrep, jongen, in deze map. Carbon zat sitrep echt geniaal. Ja, inderdaad, hè. Dan heb ik liever achteraf met Stalker gespeeld. Maar ja, dan staat het keuzes. Oké. Ik heb wel Predator. Ja? Ja, tuurlijk. Ik heb cap gepakt. Ik heb 1, cap 2. Dus hebben we UAV. Ja, dat zie ik ja. En daarom killt hij me! Die bloedhond! Chopper. Echt op een slecht moment in UAV, hoor. Kut. Op het moment dat ik op een spawn ben, cup UAV. Ja, ik weet wat ik bedoel, ja. Hitmarker. Kut. Ik ga zo slecht! We zijn gemurkt en voor mij hebben we weer... Ja, we hebben weer... Lek als de pest gewoon. Oké, airstrikes hebben misschien nog een beetje zin, maar... Gaan ze nou echt campen? Tering, weer in mijn rug! Ik denk dat ze gaan tering, zo is er! Was het jouw Predator? Nee. Ik heb een Predator op een smoel. Friendly. Duitser! Jezus mensen, campen, wat is hij aan het campen? Die monarch! Campen jongen! Waar komt hij hier vandaan? Oh. Jezus, wat een camp. Oh ja, achter me, weer Apex Mortar. Oh, dat is nou een regular, we hadden misschien kraam om te doen, maar ja.
iets meer actie gehad. Jij gaat hier campen, ja, wist het! Na! Echt, hey. Dat kan echt nooit! Gewoon, kan nooit! Je hebt een mazzel dat je dus je shit nog. Ik heb helemaal niks gehaald, gewoon, hè? What the fuck? What the fuck? Ik heb gratis kills. Wat gehurk met je type, kutkind! Wauw, jij bent echt een teringcamper! Jezus, Mina, man. Waar die game nog spelen? Oh. Ja, laat ook mee gaan, hij is toch ook mee. Oké. Helemaal gek van die gasten. We zitten. Waar zitten ze? Daar zit de camp, jongen. Hier. What the fuck? Echt ook, visie. Dat is zo kut, is dat? Ik hoorde je lopen, teringleier. Oh nee, je gaat camp pakken. Die moet ik ook hebben. Gratis. Oh, ik heb de cap niet. En terecht. Dat is een duur hoor. Come on, double kill. Ah, daar. Ja, double kill. Helikopter. Capbagger. En... What the fuck, kom jij vandaan? Jij hebt al 3 caps of zo. Hoeveel caps, eerlijk zeggen? Ik heb er 3 of 4, ja. Nee, ik heb 0. Alleen nog geen cap, oké. Ja, die tel ik ook mee. Dat eigenlijk hoort, hè. Ja, maar ja. We moeten ook winnen, we staan gelijk. Kom on. Zit. Weet ik je wil. Ik kom prettig niet kwijt. Ik ga nou naar een B-cap, maar dat ga ik niet pakken. Nee! Oh, laggy ass! Kut man, die hele... Jij zat helemaal vol door die achterlijke getag cap fact van je. Nou, ik heb... Ja, maar we moeten samen gelijk toch? Nou ja, we staan een beetje voor, dus... Ik heb niks gehad nog, ik heb geen kill gemaakt met mijn killstreak zo. Jij natuurlijk wel al, weet ik wel hoeveel. Ja, ja. Nul. Loze airstrike, loze predator en een helikopter kan ik niet inkolen. Dat is natuurlijk wel een verschilletje. Wat een kutzooi zeg! Carefagger, ja, ik sta zo ver achter nu. We hadden gewoon moeten doen echt op een. Niet een. Een helikopter? Nee, een object crap, want dan ben jij natuurlijk de carefagger. Irritant. What the fuck zeg? Ja, maar ja, nou is dat een triple capped. En wat wil je. Ja. Ze hebben ook allemaal assassins volgens mij, lijkt wel. Jezus, mensen. En nou gaan we nog... Oké, verder. Nou, ik moet wel. Ja, we moeten ook winnen, toch? Ook nog... Nou, vooral voor het rekken, natuurlijk. Kom op. Nee, winnen hoeft niet. Je zit er helemaal bovenaan. Dat is toch de deal? Ja, oké. Oh. Maar ze hebben ook geen kerfverger. Dat is niet anders. Paul, achter je. Even zooi! Ah, ik wou je nog redden. Ik wou je nog helpen. Bullshit, Def. Ja, maar echt, staat helemaal nergens dat hij me nog killt. Twee helpen. Hé, hey, wat een lekkie troep! Blind Eye Assassin Marksman! Dat was een lekkie jongen, die gast! Tering! Type zo zeg. Oh my god. Jezus, Mina. Mhm. Moet wel een cap tegen. Oh, laat maar. Waarom lekt die zo? Zo! Waarom lekken ze? Dat weet ik veel. Ik weet dat niet! Oh, die Duitser, die lekt toch zo verschrikkelijk fucking erg! Apex! Domme! Die lekker zit me echt heel erg tegen, moet ik zeggen. Ah, weer headshot tegen! Nou, er boven te campen weer eentje. Godverdomme, zeg hij. Dat is counter skill. Oh, dat is wel handig met hardline, hè? Niet pakken, hè, die cap, die erin. Goed zo, man. Hè? Zo leeg is het, joh, ja. Tjongejonge. Oké, kom op. Kom op, nou. Nee, ik ben stunt. Oh, nee, kom op, nou. Fuck, joh. Blind Eye 36, mogol. Slaat echt helemaal nergens, die type. Hij kan me nog niet eens killen en kill me. Hij is niet eens in mijn beeld. Ik word gewoon 1,5. Ik blijf gesniped worden met die type. Ja, ik weet wat je bedoelt, ja. Waar zit hij? Kom op. Jongen. Opa, wordt geflankt. Oeh. Nou, die Apex! Ik ben echt één kogel, fucking kogel, ben ik dood.
Oei, Paul, kom op. Kom aan. Oké, airstrike. Ik moet dan een beetje gay zijn nu. Ah nee, jij zit echt te kut campen met je shitrap in een hoekie. Ah, te campen! Ja, Apex! Ja. Al lekker gespawnd weer van mij. Tjongejongejonge. Fucking campers. Ja, regular domination met deze maps toe. Niks aan. What the fuck, ik dacht ik hem zag hier. Lekt ook die gast voor mijn neus nu. Die gast lekt. Ah, er zit er eentje daar met de camps. Hey! Oh, wat een gecamp. Niet normaal. Tjongejongejonge. Wow, Paul. Ja, dat is ook wel door de lek. Je bijna Paul. Jezus. Nee, niet! Oh nee, niet assist counters van AIDS. Ja, ik krijg alleen maar assist en nu. Come on, nonnen zeg. What the fuck zeg. Oh. Ja, ik Come on, Blauw. Kut, je hem echt bij jou. Ja, kom op nou! Kom op. Ja, ik ga het niet halen hoor, dit dan. Jezus, mina. We gaan in ieder geval niet winnen, dat is sowieso niet. Ah, kom op nou! Echt waar, het irritantige kutcamp, jongen, met dat fucking blind ISS'en. Natuurlijk echt gesteld. Is dat gewoon skill? Nee. Kom op. What the fuck, ja, je bent helemaal aan het uitlopen. Ik kom ze ook echt niet meer tegen. Nou, we moeten cash pakken. Ik ga die cap pakken, je moet hem meepakken, vies, anders ja. Ga ik winnen. Oh my god, we stunt weer. Ja, ik ook, een kwartier. Hij loopt er nog hoor. Nee, zo! Kom op, teringleier. Kom op nou zeg, dat is een bullshit dit! Dat is toch echt een fucking bullshit dit! Hoe kan dat nou? Kan toch niet dit? Oh, kut Duitser! Meen je serieus? Wat een teringleier dit dan! Met je kut assassin shitrap! Oei, slechte aim. Oh, ik heb daar een hitmarker op. Maar ga je niet dood? Ga dood. Oh, lekker moment. Oh, die EP was moe. En hij speelt ook nog met support, hè, teringleier! Ja, what the fuck, hè, met assassin en shitrap! Wat een teringleier ook, hè. Oh, ik kan niet incallen mijn shit nu. Ja. Ik heb 6 kills nodig, jezus. Ik ga hem maar halen, never. Campus! Ik kan ze niet raken! Kom op. Kanonnen zeg! Oh. What the fuck zeg! Wat een kutzooi zeg dit dan. Wat een mongolen lobby. Teringleier, tyfus, tering, takkencamper zeg maar, meisjes. Dit is heel erg. Wat een regular domination is eens. Maar die kutduitse speelt ook nog een keertje met assassin shitrap en dan met support ook nog, hè? Ja, Apex, de camper, jongen. What the fuck? Oh, we zijn nog MVP ook? Oh nee, jij is MVP nog, die gast ook. Nee, wij, jij. Nee, hij? Kom nee, maar. Jij, van de lobby geloof ik. Nee, hij. Ja, ja. Nou, MVP. Ja. Ah! Nou, wat een. Nooit meer doen we regular domination, want dat is ook kubber die caps al. Ja, dat is echt wat een teringlijn. Voor die, we kiezen gewoon iets en wat jullie ook in de comments laten wat doen. Een mogol. Oh! Dat is een lange match ook nog, natuurlijk. En ik was de hele tijd achter en toen kwam ik voor en het is gewoon gelukkig met je killstreaks. Zijn en nog over cap hacken, we verliezen ook nog. Maar ja, maar niet uit. Oké, okay. Bye.